IMATS, de IMATS van de grootste make-up beurs van de wereld. Ik ben heel benieuwd wat we vandaag allemaal gaan zien, dus volg maar mee. God, zoals jullie hebben gezien op het filmkanaal, dit was een unieke ervaring. Een unieke ervaring. Als je ooit iets op je bucketlist wilt zetten en je bent echt een make-up artist, je bent een make-up liefhebber, maakt het niet uit. De IMATS is echt iets wat je moet gezien hebben. Om de IMATS even kort uit te leggen, het is eigenlijk een soort make-up beurs waar je deels beauty hebt en deels special effects. Dus als je interesse hebt voor één van de twee, is het sowieso een aanrader. Nu, ik heb voor die van LA gekozen omdat ik vond, ja, het is een van de grootste eigenlijk van ze allemaal van de IMATS, omdat je drie hallen effectief hebt. Waar bij sommigen is maar één, bij anderen zijn twee hallen. En hier heb je natuurlijk direct wel drie hallen. Twee daarvan waren met beauty, eentje was dan FX, met special effects. Wat ook heel fijn was, is dat we eigenlijk een paar make-up panels hebben kunnen zien die dat bijvoorbeeld voor bekende films hebben gewerkt. Bijvoorbeeld van Hellboy, niet voor diegene dat nu gaat aankomen, want er komt een nieuwe uit. Maar van de vroegere Hellboy met Doc Jones en Ron Perlman, die waren er ook. En zij hebben samen met een make-up artiest die dat er waren, of een paar make-up artiesten, want er zitten echt zoveel artiesten dat er mee aan werken aan zo'n projecten. Hebben zij een beetje uitgelegd hoe dat het aan zijn werk ging, hoe dat allemaal werd gedaan, wat als ze hun voorbereidingen enzovoort. En toen eigenlijk wel, dat vond ik eigenlijk wel heel fijn, want het was een heel goed gesprek. En dan daarna heb ik ook van Black Panther heb ik ook het make-up panel gezien en ook degene dat al het haar deden. En dan hebben ze ook gezegd, zo stap voor stap, wat ze deden, hoe dat ze op hun ideeën kwamen. Hebben ze een voorbeeld laten zien van wat ze wouden doen, maar dat werd dan afgezegd en bla bla bla. Goed, dan gaan we nu aan de producten beginnen. Yay! Ik heb niet binnen mijn budget gebleven. Dat was mijn plan ook niet. Ik had zoiets van, oké, dat wil ik eraan uitgeven, maar dan ben ik de Sephora tegengekomen. Dus dat zijn de eerste producten dat ik ga laten zien. De dag voor de IMATS begon, dus ik dacht zo, ja, ik ga toch eens loeren, want als dat een Sephora is, ik moet daar binnen gaan. Als je Sephora niet kent, trust me, een wereld gaat open. We gaan als eerste starten met de Hourglass Foundation. Nu, de Hourglass Foundation, het is geen nieuw product, maar ik heb die zo vaak al zien verschijnen dat ik dacht, ik wil hem toch graag eens proberen, omdat hem blijkbaar wel heel goed is. Wat is belangrijk om bij deze te weten? Butane, hij is duur. Hij is denk ik 42 euro en er zit maar 7 gram in, wat echt weinig is voor die prijs. Dus ik vind hem echt duur. Dus ik hoop dat hij het verdikken morgen dik is, zoals ze zeggen dat hij gaat doen. Hè. Het voordeel is met deze dat hij zowel als foundation als concealer kan gebruikt worden. Dus hij moet beide kunnen doen, dus 2 in 1. Dat is wel een voordeel. Hij is waterproof ook. En de Hourglass is ook cruelty-free. Ook wel heel fijn om, als achterliggende gedachte vind ik altijd wel heel fijn om te weten. Hij is blijkbaar wel niet zo goed voor een vettere huid. Doordat hij wat rijker van textuur is. Dus een vettere huid slaagt misschien deze beter over. Volgende product is een merk dat je bij ons ook perfect kan krijgen. Niet zo heel lang momenteel, maar het is er wel sowieso. Je kan hem bij Planet Parfum, weet ik al zeker, kan je hem zeker kopen. Dat is het merk Anastasia Beverly Hills. Nu, ik heb hun leren kennen door hun wenkbrauwpotloden en bij deze, dit, de Brauwies, is het eerste dat ik ooit van Anastasia heb gekocht. En ik moet zeggen, hij was op al een tijdje, maar ja, ik had dan nog andere potloden, dus ik dacht, ik ga dat eerst gebruiken. Maar nu was ik daar en dan lag hij er, dus dan dacht ik, ga verder. Ik was er zo tevreden van. Ik kan echt zeggen dat dit een go-to product voor mij is. Ik heb de kleur Ebony. Het is een soort grijzig-bruin van kleur. Hij is zo fijn dat je echt heel mooi je afleiding kunt maken. Ik vind de wenkbrauwproducten van Anastasia eigenlijk wel echt heel mooi. Hun highlights ook. Ik heb echt een paar highlights van hem. Oh, weet je, super mooie glow. Het volgende product heb ik vastgehad, weggelegd, terug vastgehad, terug weggelegd. En dan dacht ik,
gewoon kopen, Verne. Omdat ik was er zo benieuwd naar. Het is van Marc Jacobs. Het is de Omega Bronzer. In de lente van 2017 hebben ze de Coconut Glow uitgebracht, de collectie. En die was super succesvol, maar dat was een limited edition. Nu, deze was echt direct uitverkocht, overal. Ik weet niet hoe, maar limited edition. Nu hebben ze besloten om die terug te brengen. En dan dacht ik, oké. Ik had hem toen al gezien en dacht ik van... Maar nu had ik gezegd van, oké, hij ligt er. Waarom heb ik getwijfeld? Hij kost $50. En dat vind ik veel. Ik vind dat echt veel. Dan had ik zoiets van... Natuurlijk, je betaalt naam, je betaalt de verpakking. Maar kijk hoe mooi de verpakking. Kijk hoe mooi. Dit is de kleur 104, de Tantastic. En het mooie is dat hij ook een matte bronzer is. Maar hij zegt, ja, hij ziet er ook wel heel mooi uit. De reviews die ik heb gezien zijn ook wel goed. Ik heb hem ook nog niet getest, omdat ik hem echt wil afwachten. Ik wil echt mijn eerste indruk geven als ik hem aanbreng. Omdat hem effectief wel $50 waard is. En dan kwamen we op de eyemats. Nu, ik was echt geïnteresseerd in het SFX-gedeelte. Maar natuurlijk, al dat beauty-gedeelte, ja, dat trekt toch wel uw aandacht. Er waren zoveel glitters en heel dat podium met Mac. Dat was, ik weet niet hoe luid, die muziek die was daar. Die vibe was daar, dus je wordt er automatisch zo naar al die bewegingen worden naartoe getrokken. Dus ik dacht, ik ga toch eens gewoon kijken en zien. Maar ja, bij kijken blijft dat toch nooit niet, want je ziet altijd wel dingen dat je leuk vindt. Dus ik dacht, oké, laat het gewoon gebeuren. Beauty Blender, ik heb de Beauty Blender zelf heb ik er al twee van. Gewoon omdat ik die heel fijn en heel fijne, zachte sponsjes vind. Ik vind het heel aangenaam als je het op het gelaat doet. Voor degenen die ze niet kennen, de Beauty Blender, dat is echt een soort sponsje. En het sponsje zelf kan je gebruiken voor je foundation aan te brengen. Als je wat poeder wilt aanbrengen ter plaatse, kan je dat ook doen. Dus losse poeder. Dan blijft alles ook beter zitten. Een beauty blender is gewoon een andere manier om je foundation aan te brengen. Nu, alle merken hebben tegenwoordig een soort van beauty blender, die sponsjes. Dus uiteindelijk, deze kosten redelijk veel als je ze gewoon koopt. Ik denk dat die €20 kosten voor één sponsje. Dat is best wel veel. Beauty Blender heeft verschillende producten ook in hun gamma. Hierin was een pakket dat noemt Glow All Night Flawless Face Kit. Er zit een setting spray in, die gaat blijkbaar echt goed hydrateren. Er zit een Beauty Blender in. En dan zit er eigenlijk ook een Power Pocket Puff in. Nu, wat doet dat? Dus een dual side. Dus wat doet dat Power Pocket Puff? Ik heb het even deftig dat je het goed kan zien. De roze superzachte kant van de puff bevat speciale vezels die ervoor zorgen dat u precies voldoende poeder aanbrengt. De andere suede achterkant gebruikt u om uw make-up weer te fatsoeneren als u het net hebt aangebracht. Ook handig is de fingerpocket waardoor u geen enkel plekje op uw gezicht meer mist. Ik ben eigenlijk heel benieuwd om die eens te proberen. Dan een product dat ik echt wel mijn go-to product kan noemen. Dat is van Too Faced de Born This Way Foundation. Het is een super goede foundation. Ik vind echt een van de beste dat ik ooit al heb geprobeerd. Als je ooit aan Sephora zit of je kunt ooit eens de kans hebben om die Born This Way te testen. Het is echt een super goede. Het is echt een aangenaam. Het is eigenlijk een van de beste dat ik ooit al heb gebruikt. Nu, het is ook een olievrije foundation, dus dat is ook wel heel goed. Het is medium to full coverage, dus je kan hem heel zachtjes aanbrengen. Je kan hem ook wel redelijk dekkend aanbrengen, maar dat vind ik nu niet. Ik vind niet dat hem echt wel een hele zware coat geeft. Ik vind dat hij kan dekkend zijn, maar sommige van de roodheden komen er wel nog door. Dus super dekkend vind ik hem niet, maar dat hoeft ook helemaal niet. Deze met mijn juiste poeder en juiste basis eronder, echt waar, die blijft heel de dag zitten. Begint niet te glanzen, begint niet te doen. Je merkt echt wel dat hij doet wat hij moet doen. Dan kom ik eigenlijk voorbij deze stand van Stila. Nu, Stila Cosmetics, ik heb daar nog nooit iets van gekocht. Omdat je dat kan ook niet hier verkrijgen. Of je moet het online bestellen. Ik denk via dat Beauty Bay dat kan wel hebben. Maar ik had zo niks mee dat mij zo direct aantrok om iets van Stila te kopen. Ik weet dat dat op zich een goed merk is, gepigmenteerd merk. Maar dat heeft me nooit niet echt direct aangetrokken. Totdat ik deze zag. Dit is de Shimmer & Glow Liquid Eyeshadow. Ik zag, want ze hebben 17 kleuren, ik zag een paar van de kleuren staan. Maar dan zag ik dit. En het riep mij gewoon zo veerle, veerle. En ik zag het en ik dacht van, ja, maar dat is blauw. En waarom zou ik nu een blauwe oogschaduw kopen? Want het is niet dat blauw en groen niet samengaan, want ik heb groene ogen. Maar dan dacht ik van, ja, dat gaat wel, maar je moet, dat is wat moeilijker, weet je wel. Ik vind dat persoonlijk een beetje een moeilijkere combinatie.
Dus ik dacht van, ja, waarom zou ik iets kopen als ik het dan toch misschien niet ga gebruiken? Maar dan deed ik het op mijn hand. En op den duur, als hij opdroogt, dan wordt hem zo wat paarsiger. Paarsiger van toon. En dan dacht ik, ja, paars en groen, dat gaat perfect samen. Natuurlijk, complementair en al die dingen. Dat is de kleur, dat gaat gewoon paars en groen. Perfecte match. Voilà, verkocht. Hij blendt heel mooi uit. Het enige wat ik eraan vind, want ik heb deze wel al eens getest. Het enige wat ik er wel aan vind, is als je hem aanbrengt, is hij heel mooi gepigmenteerd. Echt, hij geeft zo'n hele mooie shine op je gezicht. Het is prachtig als je hem geconcentreerd aanbrengt. Vanaf dat je hem begint te blenden, verlies je daar heel veel van. Dus je moet hem aanbrengen, blenden en dan terug aanbrengen. Je moet eigenlijk hem een beetje opbouwen. Dus dat is het enige wat ik er misschien wel iets minder aan vind. Dan kom ik weer bij de rouge en rookstand. Nu, rouge en rook zijn wimpers. Dus valse wimpers. En het mooie aan hun is dat zij volledig 100% vegan zijn. 100% cruelty-free. Dus sowieso, ja, dan ga ik altijd wel eens kijken. Ik had ze al gezien op Instagram bij verschillende vloggers, YouTubers, wat is het ook allemaal. Maar ik had er al een paar keer zien voorbij komen. Ik ben nog nooit zelf getest, omdat je ze uiteraard niet kunt krijgen in België. Tenzij je ze online gaat bestellen. En ja, ze zijn echt wel superleuk. Schattige doosjes. Dus die verpakking is ook wel heel leuk. En in de verpakking zelf, als je het open doet, heb je dan ook nog eens een tekst. Ik dacht dat het allemaal zo van die happy teksten gingen zijn, maar het zijn allemaal zware, diepe teksten. Dus deze bijvoorbeeld is: Her face is like heaven, but she'll give you hell. Dus je ziet, dat is zo, allee ja, ik weet niet. Andere, ik zal ze niet eens allemaal lezen, ik heb er drie. She was like the moon. Part of her was always hidden. Ja. En dan... She loved mystery so much that she became one. Ja. Ja. Dus de drie paar dat ik heb, gesorteerd van kleiner, middel, groot, heb ik van de luxe foaming klein heb ik de Starla, de Coco en de Linus. Ze zullen afwachten wat dat geeft. De reviews zijn wel heel positief, omdat ze heel mooi, echt een heel natuurlijk effect ook geven. Maar ja, wat is natuurlijk? Allee. Het volgende product is een beetje raar. Ik denk zelfs niet dat ik er een video over wil maken, omdat het gewoon een beetje nasty is. Maar het schijnt wel supergoed. Het is voor je voeten. En het zijn van die sokjes dat je moet aandoen. Je moet ze er een 60 tot 90 minuten of zo oplaten. Ja, toch 60, 90 minuten. En nadien gaan je voeten beginnen vervellen. Dus het duurt een 2 tot 3 dagen en dan gaan ze vervellen. Dus ik weet niet goed, allee, ik heb er al wel video's van gezien, maar ik vond het zo'n beetje, ja, vies. Allee, ik zou zo'n beetje vies zijn en zo, kijk naar mijn voet. Helemaal vol met vellen. En je mocht ze ook niet aftrekken, dus je moet echt zijn natuur zijn gang laten gaan. Allee, voor zover dat dat natuur is, met al die fruitzuren en zo. In ieder geval, je krijgt er blijkbaar echt babyzachte voeten van. Dus met mijn heel droge voeten is dit eigenlijk echt wel een soort kuur dat je kan doen voor je voeten. Om ze superzacht babyvoetjes van te krijgen. Nu, omdat ik ook een paar producten er had gekocht op een en dezelfde stand, hebben ze mij een brush cleaner gegeven, NBS brush cleaner. Berman Industrie. Geen idee welk merk dat is. Maar ja, een brush cleaner. Altijd handig. En de borstels moeten gewassen worden. Ofra Cosmetics. Sommigen kennen het, anderen kennen het niet. Zijn heel gekend met Niki Tutorials. Die dat samen met Ofra had die dan 3 verschillende highlighters uitgebracht. Of haar hele lijn uitgebracht. Met allemaal highlights en dit en dat. Dus zij stonden er uiteraard ook. Ik heb getwijfeld voor de highlight mee te pakken, omdat ze zijn wel heel mooi, maar ik vond ze dan ook weer wat prijzig voor wat het dan was. En met een highlighter doe je voor de rest van je leven, denk ik, want het had er maar een klein beetje van nodig. Ik weet ook niet waarom dat die altijd zo grote potten maken, want het doet er eigenlijk echt zo lang mee. Maar ze had ook een soort van beauty gedeelte, maar dat zal zo aan $5 tot $10 deden. Dus ik dacht, oh, weet ze waarom niet? En daar heb ik eigenlijk de Soft Pearl Peel heb ik erbij genomen. Een Shimmering Dead Skin en Blackhead Eliminator. Je brengt hem aan en hij heeft zo'n soort heel glowy effect. Het is zo heel spacey als je het aanbrengt. Wel aangenaam, prikt niet, heel zacht. Laat hem opdrogen en nadien gaat hem eigenlijk afwrijven. En dan spoelt het een beetje af met water. En wat hij doet, en ik vond dat wel opmerkelijk, hij geeft echt zo'n mooie clear skin. Ik kan het niet anders zeggen, mijn huid zag er zo wat frisser uit. Dus ja, ik vind hem eigenlijk echt een aanrader. Ik vond het een hele fijne om te gebruiken. Plus, hij prikt al niet. Dat is al voorbij al sowieso al heel goed. Want
Ik draag niet alle merken op mijn huid, maar deze, ja, ik vond hem wel goed. En uiteindelijk voor $10. En dan ben ik echt wel all the way gegaan. Dan heb ik mij een beetje, toen zo'n hartsel een beetje laten doen. Maar het was wel heel mooi. Ik heb een stijltang gekocht. Nu, mijn haar is stijl van zijn eigen. Maar natuurlijk, een stijltang geeft altijd wel een veel mooier effect. Dit is ook een keramische en dat is veel te duur. Veel te duur, door de prijs zal ik zelfs niet zeggen. Maar hij is zo mooi. Kijk hoe mooi dat is. Ik had zoiets van... Gewoon alleen al voor de look. Dat is echt belachelijk, hè? Ik weet dat, maar ik zag hem liggen en ik dacht... En ja, die vrouw die heeft me dan op die stoel gegooid en gezegd van kom, we gaan uw haar doen. Hup. En mijn haar was nog een beetje vochtig en is ook helemaal geen kwaad. We doen dat gewoon. Dus die heeft toen mijn haar echt gestyled. Mijn staart werd net wat gestyled. En mijn haar was echt super glad, maar was totaal niet droog. Dus ik had ook zoiets van... Ja, ik was dan toch bezig. Dus ik had zoiets van, ja, doe dat dan maar ineens voort. Want zo één plat stuk, klopt niet. Doe maar heel de dingen. Dus ik heb helemaal mijn haar gestyled. En ik moet echt wel zeggen, dat is echt wel heel mooi. En nadien zei ze, je kunt er perfect ook je krul mee maken. Dus ze heeft daar dan ook een krul mee gemaakt. Nadien zei ze van, ja, die krul kun je er ook gewoon terug uit doen. Dus die maakt dat terug stijl. En ik echt, waar mijn hart stond even stil. Want ik had zoiets van... Dus je maakt dat eerst stijl. Dan doe je dan een krul in. En dan denk je nog eens erover te gaan. Om dat terug stijl te maken. Are you crazy? Maar mijn haar had niks. Niks. Dat is gewoon supermooi. Stijl. Dat is helemaal ook niet uitgedroogd. Dus ik dacht dan van, ja. Dat is eigenlijk wel goed. En dat gaat me misschien wat meer stimuleren om echt een stijltang te gebruiken. Want... Het geeft toch wel een veel mooier effect. Allee, het is, ik moet wel zeggen dat je haar valt veel mooier. Het zag er ook gewoon gezonder uit. Dat was het voor beauty. Valt nog mee, hè? Ja, ik vind dat nog meevalt. Nee? En dan kunnen we nu overgaan naar de SFX-producten. Want dat is natuurlijk het interessantste, vind ik. Allee, de andere zijn ook wel leuk. En natuurlijk, ja, alles met beauty vind ik sowieso wel mooi. En make-up, en ik hou van make-up. Maar die SFX, oh, de dingen die ik daar heb gezien, dat was echt ongelooflijk. Goed, van SFX-producten ga ik het even overlopen. Ik heb een foam mask mee. En dit is een zombie masker. We kunnen het goed kunnen zien. En die ga je echt perfect kunnen aanbrengen over het gelaat. En ik ben heel benieuwd wat dat dit gaat geven. Dan heb ik nog twee molds gekocht. Deze zijn voor met prosé te doen. Daar ga je eigenlijk die mee kunnen vullen. En dan kan je echt wel... Deze is bijvoorbeeld een slit throat. En deze is echt een schotwond. Ik heb er ook een release film voor gekocht. Waarom? Als je dan bijvoorbeeld je prosé erin doet, dan kun je dat papier erop leggen. Kun je echt schoon met zo'n soort spatel zorgen dat er niks te veel is. Dat er geen bubbels in zijn. Dat je echt wel zorgt dat het heel mooi effen is. En dan kun je daarmee echt wel... Ja, ik denk dat je die maar één keer of twee keer maximum kon gebruiken. Maar daar heb je echt een heel mooie rand mee. Een heel mooie boord. En dat is wel, toch wel heel belangrijk. Zeker bij protheses. Dat je echt wel zorgt dat je geen harde lijnen hebt. Want anders kun je dat bijna helemaal niet wegblenden. Dan kom ik voor bij de stand van Cinema Secrets. En daar heb ik ook die foam mask gekocht eigenlijk. En ik zag die micro scissors. En ik dacht... Dat is het gewoon. Als je een baldcap moet doen, eerlijk, hoe vaak zitten mensen zo te sukkelen en dan doen ze die baldcap en dan zitten ze zo met die schaar en dan zien al die mensen zo die knip in mijn gezicht. Dat gaan we dit niet hebben. Super klein schaartje. Kei gemakkelijk, want dat kun je zo echt zo heel mooi mee afknippen. Heel mooi mee. Als je wat langere wenkbrauwen hebt, kun je het ook ineens bijknippen. Voilà. Meegenomen. Dan hadden we bij Kryolan zelf Thomas Surprenant. En Thomas die ging een opleiding geven ook. Die ging een paar van zijn looks laten zien. En hij had voor Kryolan had hij een soort standbeeld Poseidon-achtig gemaakt. Was echt ongelooflijk. Ja, je ziet het ook op de video, hij staat ertussen. Allee, het was ongelooflijk dat hij dat had gedaan. Die mens die heeft daar 6 uur gestaan. Die kon niet naar het toilet gaan, die kon niet drinken, die kon niks. Maar dat resultaat was echt ongelooflijk. En hij heeft ook zijn eigen producten zo wat uitgebracht. Dus nadat ik zijn twee opleidingen had gevolgd, had ik even naar de stand gegaan waar zijn producten lagen. Eentje van was dit. Het zijn mondsprays. Nu, waarom zijn deze mondsprays? Dat is echt om ervoor te zorgen dat als je het wat, zo wat roder of wat viezer in je mond wilt hebben, kun je die perfect op je dingen spuiten. En dan gaat het echt zo... een grillig effect hebben. Dan moet je geen tandenlak gebruiken, maar dan moet je dit gebruiken. En dan krijg je zo dat ziekelijk tandvlees. Die witte bijvoorbeeld is echt om het soort rode van... Ja, onze roodkleur van ons vlees eigenlijk.
om dat weg te trekken. Dus in een van mijn special effects looks gaat deze wel zeker erbij komen, want het was echt super cool. En dan als laatste, boeken. Boeken, 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 boeken. Nu, ik heb 2 boeken van de Monstrous Makeup Manual. Boek 1 en boek 2 heb ik gekocht. En hierin staat echt wel... Goh, allemaal dat je echt wel special effects en zo, dat je het kunt opbouwen. Het is eigenlijk een heel goede manier om te laten zien wat je allemaal kan doen. Hoe je echt wel met special effects ook kan beginnen. En dan heb ik van het Makeup Artist Magazine, heb ik er ook wel... verschillende meegenomen. Dat gaat van, ja, over allemaal verschillende onderwerpen zijn. Er was er eentje, er was er eentje van dat over Harry Potter ook ging. Dus die wou ik dan natuurlijk ook echt wel heel graag lezen. Omdat het ook over behind the scenes gaat. Die boeken gaan echt, die magazines gaan echt over alles van SFX. Dus als je ooit zegt van, ja, ik heb echt interesse in een goed magazine. Dit zijn echt magazines die dat, ja, die zijn wel de moeite en die waren nu ook in promo. Dus ik had zoiets van, ja, ik kan er even ineens aan meepakken. En heb ik zo wat leesvoer voor op het vliegtuig na 12 uur. Alle producten die ik heb laten zien, die staan ook in de descriptie beneden. Dus als je op mijn video onderaan klikt, daar heb je zo'n pijltje dat kan zeggen welke producten ik allemaal heb gebruikt. Dan kan je perfect echt een opsomming zien van alle producten die ik heb laten zien hier. Die ik nog eens kan nalezen. En heb je daar nog vragen over, laat me zeker weten. Ik ben altijd heel benieuwd naar jullie feedback, naar jullie vragen. Daarvoor ben ik hier. Ik babbel zo graag. Je ziet dat toch? Ziezo, dat was het. Ik ben heel benieuwd wat jullie van mijn ervaring vinden, van mijn filmpje vinden, van daar op de iMac zelf. Ik moet zeggen, ik heb de tijd van mijn leven gehad. Ik heb er echt van genoten. Het is jammer van het weer, maar het was echt LA. Zo de moeite waard. Zo'n fijne reis. Ik heb op die iMac zoveel toffe dingen gezien. En ja, ik zou zeggen, vergeet zeker deze video niet te liken als je het een leuke video vindt. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal voor de laatste nieuwe video's. Op Instagram kan je mij vinden op @veerle. En dan zie ik jullie volgende week. Dag!